Het is nu ruim 3,5 minuut voor 12:30. De mededelingen voor land- en tuinbouw. We beginnen met het weeroverzicht van het KNMI. De minimumtemperatuur viel vandaag niet in de vroege ochtend. Een noordoostelijke tot oostelijke wind voert namelijk steeds koudere lucht uit Duitsland aan. In de noordoosthoek van ons land vriest het nu al bijna 10 graden. Daarbij valt plaatselijk sneeuw. Tezamen met de harde wind is het in die streken en ook in de kop van Noord-Holland onaangenaam weer. Alleen in Limburg is de zachte lucht nog niet verdrongen. Maar in de loop van de dag zal de temperatuur in het hele land verder dalen. Het gaat vrijwel overal streng vriezen. Alleen als de lucht over een niet bevroren meer wordt aangevoerd, zal het wat minder koud worden. Dit winterse weer, zegt het KNMI, zal de eerste 2 dagen van het nieuwe jaar aanhouden. Samengevat de weersverwachting tot middernacht. Zwaar bewolkt met plaatselijk sneeuw, maar in het zuiden van het land nog enige tijd regen of ijzel. Matige tot krachtige, in het Waddengebied af en toe stormachtige wind uit oost tot noordoost. Temperaturen van -8 in het noorden tot -2 graden in het zuiden.